ben eigenlijk nog eventjes, dat blijft wel wat in mijn hoofd spoken van die levensvormen. Ik wil nog heel eventjes daarop terugkomen. Hoe zien die mensen dat? Weet je dat of weet je dat niet? Want ja, levende organismes hebben toch organen en hebben toch een brein en een vorm van bewustzijn. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat ook niet hoe dat ze daartoe komen. Want ondanks de, jullie hebben ook al enkele kristallen gezien, ondanks die spectaculaire kleuren en vormen, scheikundig gezien, is dat allemaal heel eenvoudig. Hè? Het meest eenvoudig is wel diamant, dat is gewoon koolstof. Hè? Een robijn, dat is aluminiumoxide, dat is niet zo, scheikundig gezien, zo spectaculair. Als je dat zou vergelijken met de chemische samenstelling van bijvoorbeeld nog maar een simpele bacterie, dat is... Ja, ik ben geen bioloog, ik weet ook niet hoe dat scheikundig ineenzit ofzovoort. Maar dat is natuurlijk in de verste verte. Kristallen hebben geen zenuwstelsel, ze kunnen zich niet voortplanten, ademen niet. Dus ik vind dat een heel merkwaardige uitgangspunt. Ja. Ja. Zij geloven echt dat die kristallen hier op aarde zijn om ons mensen, want wij zijn altijd fout bezig, we zijn altijd fout bezig, en die gaan ons redden. Ja. Hoe, dat weet ik niet, maar die gaan ons redden. Ja. Ik kan nog een beetje redding gebruiken, denk ik. Ik las ook iets over bloedkristallen. Ja. Ik ken bloeddiamanten wel, blood diamonds. Er is zelfs een film met... hoe heet die knappe man weer? DiCaprio. Ja, Leonardo DiCaprio speelt erin. Het doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar dus blood diamonds, daarvan ken ik het concept. Ja. Dus zijn er ook bloedkristallen? Wat kan je daarover vertellen? Dat is eigenlijk een groter probleem dan bloeddiamant ooit is geweest. De reden waarom ik dat in een boek heb geschreven, want dat is op zich valt niet onder een sceptisch onderwerp, is dat de geloveren, de kristallen, die dromen van een mooie, prachtige wereld waar we met z'n allen rond het haardvuur zingen en lief en zacht en zo verder, tegen de harde wetenschap en Big Pharma, dat is allemaal koud en hard. Ja. Maar ik vraag me af, staan die wel stil bij de mensen die moeten ontginnen? Want dat is meestal in landen, die mijnen zijn meestal in landen te vinden die niet zo democratisch zijn, waar oorlog is, waar terroristische organisaties bezig zijn en zo verder, die dus daar ook hun zaken mee financieren. Die mensen werken in veel niet gereguleerde mijnen. Er zijn ook gereguleerde mijnen, waar alles netjes gebeurt. Maar ja, dat zijn dus mijnen waar dus de arbeiders en ook kinderen, volwassenen en kinderen moeten werken voor amper een dollar per dag. In heel slechte omstandigheden. Die hebben geen beschermde kledij. Die tunnels zijn ook niet gegraven zoals dat moet. Dus veel van die tunnels storten in. Die zijn de hele dag omringd door kristallen, maar hun gezondheid wordt daar niet beter van. Hun leven wordt daar niet beter van. En die hebben ook vast last van stoflong. En dat allemaal voor minder dan een dollar per dag. En dat die negativiteit van die werkomstandigheden, dat doorbreekt dan niet de harmonieuze resonantie bij de mensen die stenen hier hebben? Blijkbaar liggen ze daar niet van wakker. Ja. Zijn er dan geen mensen die zo'n stenen verkopen, die daar wel rekening mee houden? Die zeggen van, ik wil daar rekening mee houden, ik ga alleen maar stenen verkopen waarvan ik weet dat de afkomst ethisch is. Ja, maar daar heb je dan, daar wringt het schoentje dan weer. Mensen willen het allemaal zo goedkoop mogelijk. Dat zijn dan al stenen die een stuk duurder zijn. Ja. Ja. Want ik schrik soms ook wel, als ik naar zo van die undercover, naar van die alternatieve beurzen ga, hoe goedkoop dat allemaal is. En dan denk ik van, oei. En dan nog iets dat ik dan zie als gemoloog. Meestal weten die ook niet wat die verkopen, want die verkopen dikwijls behandelde stenen of stenen die helemaal niet zijn wat ze zijn. Dikwijls bij
bij jade, ze verkopen ze witte jade, maar dat is geen jade, dat is een andere steen die veel goedkoper is. Ik zie ook bijvoorbeeld dat er behandelingen zijn, dat er kleurverbeteringen zijn, al dan niet door in een bad te steken of door verhitting, dat kan allemaal. En heb je hen daar al eens op gewezen? Ja, of, ik heb hen daarop gewezen en dan is daarop... dat is niet waar. Ja. Oké. Ja. Dat is het dan. Mm-hmm. Ja. Misschien nog een laatste vraag waar ik mee zit en dan kunnen we rustig eens het publiek antwoord laten met een aantal vragen. In hoeverre denk jij nu dat met het schrijven van dat boek, weet je trouwens hoe lang dat je aan dat boek geschreven hebt? Ik heb daar mijn tijd voor genomen. Ik heb daar 2 jaar voor genomen. Dat was ideaal tijdens coronatijden. Ik heb dat heel rustig bekeken. Ik heb niet zoveel ervaringen als schrijver, dus ik heb dat heel veel herschreven en herschikt enzovoort. Ik ben er nogal chaotisch aan begonnen. En dan in periodes? En dan met zo'n periodes... Niet in één ruk of zoiets? Nee. Maar dus, nee. Dan moet je zo wat inkomen als je dat nog nooit gedaan hebt. Dus, ik snap dat. Ja. Maar kruipt wel veel werk in, hè, een boekje schrijven. Ja. Maar wat ik mij dus afvroeg is, in hoeverre denk jij nu dat je daar believers mee zou kunnen overtuigen? In welke mate? Maar ik denk, jij zal dat ook wel weten, met jouw onderwerp, complottheorieën, dat je daar realistisch moet in zijn. Ik denk, in een echte believer ga je niet overtuigen. Die gaan mijn boek lezen en die gaan ook meer overtuigd geraken van zijn gelijk. Raar genoeg kan je mensen niet overtuigen met feiten. Dat is heel merkwaardig en dat weten we in SCEP, andere leden weten dat ook over hun boekjes. Dat bevestigt juist. En ik zit ook in het complot en ik word betaald door Big Pharma en dan krijg je dat soort van antwoorden. Maar ik denk een twijfelaar, iemand die er misschien wel open voor staat, die zou ik misschien nog wel kunnen overtuigen. Ja. Er is altijd wel iemand die je overtuigt. En als ik dan iemand... op tijd naar de dokter kan laten gaan, die dus anders dat ging genezen met kristallen, maar die nu tijds naar de dokter gaat, dan is mijn opzet geslaagd. Ja. Misschien dat ik toch nog een allerlaatste vraag, ik beloof plechtig dat het zo is. Als dan mensen zeggen, maar dat werkt niet bij jou, omdat je er niet voor open staat. Ja. Hoe zou je daar op reageren dan? Wat is uw verweer of uw uitleg dan? Dat is een dooddoener, hè. Dat is hetzelfde met mijn geloof. Ja, als je niet gelooft, dan helpt het niet. Het werkt alleen maar als je dat echt wilt. Of bijvoorbeeld ook nu met de New Age, van als je niet gelooft in de universe, dat die voor u gaat zorgen. Ja, hè. Dat is een moeilijk, hè. Dat is zo'n mondsnoerder. Maar dan zeg ik altijd van de waarheid heeft zijn rechten. Mm-hmm. En als je met straffe beweringen afkomt, dan moet je ook straffe bewijzen hebben. Dus, tegen dan zijn ze al weg. Dus, ja. Ja. Het lijkt mij ook zo dat als iets echt werkt, dan werkt het ook onafhankelijk van wat je gelooft. Ja. Een geloof kan een placebo-effect hebben. Maar ik denk dan bijvoorbeeld, als ik een SOA oploop... Daar zijn kristallen voor. Ja? Ik zal eens zoeken. Oké. Okay. Aids kan ook... De kans is klein, denk ik, want ik ben getrouwd, 2 kinderen en ik ben redelijk monogaam. Dus waar ik het zou oplopen, ik zou het niet weten. Maar ik weet wel dat enkel antibiotica daar tegen werkt. Maar ik denk ook iemand die niet in antibiotica gelooft, zal wel genezen van zijn SOA. Dus dat geloof of niet geloof, die technieken of methodes of therapieën die echt werken, die trekken zich niks aan van wat jij denkt. En daar kan je de echte werking uit aflezen. En, ik zou eigenlijk toch tot slot nog willen zeggen, ik zou niet liever hebben dan het effectief geneest en werkt. Mocht het zo zijn, het zou mij enorm interesseren. En gezien mijn contacten in de sector en... Ik kan aan de beste en de zuiverste edelstenen en kristallen aangeraken. Ik ken de goede leveranciers.
En als ik dan mijn geliefden zou kunnen redden van alle ziektes en onheil... Ja, ze hingen van kop tot teen vol met kristallen. Hè. Ja, ik bedoel, het is mijn beroep. Hè. Maar ik weet niet of dat ik dat nog zou willen kennen. Als je zo van kop tot teen vol met kristallen, zou ik dan een klein beetje vreemd. Ja, maar dat zijn heel smaakvol ontworpen. Hè. Okay. Ja. Zo ken ik u ook weer. Ja. Maar inderdaad, een goede scepticus die verandert van gedachten als je een bepaald idee hebt en er is zo'n robuust bewijsmateriaal dat aantoont dat wat je dacht niet klopt, dan gooi je dat in de prullenmand en dan adopteer je een nieuwe, betere idee. Ja. Maar niet zomaar zonder slag of stoot. Ja. Het bewijsmateriaal moet krachtig genoeg zijn. Ja. Ja. Oké, ik heb een paar geïnteresseerde vragen, een paar kritische vragen proberen te stellen. Maar misschien zijn er nog een aantal mensen in de zaal die vinden dat ik nog niet kritisch genoeg was. Of die nog wat andere geïnteresseerde vragen hebben. Het verhaal dat je te horen krijgt, roept misschien andere vragen op die ik dan niet gesteld heb. Ik weet niet, Griet, hier vooraan is er al een dame. Ik weet niet of dat je het ziet zitten om in de micro te spreken, zodat iedereen mee kan genieten van uw vragen. Ja. Claire, mag ik een keer het water? Dus, als ik het goed begrijp, zijn alle stenen gewoon stenen? Ja. Doe niks? Ja, doe niks. Tenzij radioactieve... Ja, maar dat laat gebeuren, de beschouwing. Dus, behalve dan dat ze ook wel heel mooi zijn, sommige. Hè? Maar als ik zo zie, ik ga soms wel eens naar een sauna, en daar zijn soms zo van die kamers ingericht, maar van die zoutkristallen. Ja. En dan zeggen die dan van, dat heeft een zuiverende werking. En ook, zelfs ook geen zuiverende werking, het is gewoon een steen. Het is een zoutkristal. Als je een acuut zouttekort hebt, dan zal die steen werken als je ervan eet. Ja, maar niet om te eten, maar dat is heel mooi en sfeervol en je kan daar een theelichtje in steken. Ik heb ook gelijkaardige kristallen thuis van seleniet en dan kun je daar een heel mooi, dat is heel mooi en sfeervol, ja. Maar buiten dat u ik heb heel mijn leven edelstenen verzameld en daar word je blij van omdat je dat mooi vindt. Dat geeft een goed gevoel. Dat is, bij de ene verzamelt edelstenen, de andere postzegels. Maar buiten dat, laten we zeggen, uw leven aangenaam maakt en zo, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ze ziekten genezen. Ik heb het niet over genezen. Maar ja, zuiveren is ook een werking. Dat vind ik al te vergaand. Ja. Maar het is eerder van, hebben ze een zuiverend effect? En wat zou het dan moeten zuiveren? Want je kan van veel gezuiverd worden. Hè? Nee, van de lucht te zuiveren. Nee. Dat planten kunnen doen ook. Maar luchtzuivering. Het is geen filter, hè? Ja. Het is geen filter, dus als ze wel... nee. Oké. Okay. Dus... Maar het is leuk en sfeervol, hè? En het zal u wel ontspannen, omdat het mooi is. En in die zin heb je dat placebo-effect en voilà. Ja. Ja. Oei, geen vragen meer? Ja. Achteraan zie ik daar een voorzitter. Ja. 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 Oké, okay. Precies, ik hoor het minder goed. Ja, Brecht, een kleine opmerking. Je kunt waarschijnlijk geen psoa genezen met een kristal, maar Gwyneth Paltrow heeft ons geleerd dat je misschien wel een psoa kunt krijgen door een kristal. Dus dat is toch iets om rekening mee te houden, natuurlijk. Claire? Van een vuile steen. Ja. En het is meer een ontsteking, hè? Ja, door de yoni-eggs en de... Ik zou het niet weten. Staat in mijn boek. Dat is ook een voorbeeld van iemand die daar heel rijk is mee geworden. Hè. Ze is daardoor afgestraft door die beweringen. Het gaat eigenlijk over een beetje delicaat onderwerp, over zogenaamde yoni-eggs dat je in de vagina moet aanbrengen en dat zou je maandstonden reguleren, je seksleven verbeteren enzovoort. Dus Gwyneth Paltrow verkocht die stenen en dat is ofwel in kwarts of in jade.
En je moet die goed reinigen en koken en dan moet je die, ja, je weet wel waar steken. En dus dat zou dus goed werken. En je kan dat dan daarna teruggebruiken. Het probleem is, bij jade is poreus. Dus als je dat niet goed daarna kookt en reinigt en wat, en dat kruipt ook in allerlei, dan kunnen daar dus, ja, bacteriën ontstaan. En als je dat dan weer gebruikt, ja, dan kan je dus echt een lelijke ontsteking hebben op een plaats waar je het als vrouw echt niet wilt. Dus, en daarvoor, voor die valse beweringen, heeft zij dus wel een boete gekregen. Staat in mijn boek, ik weet niet meer hoeveel dat die boete is. Ze heeft dus dan die beweringen afgezwakt. Ze verkoopt die eieren nog altijd. Maar ze heeft dan nu gezegd van, ja, dat regelt uw seksleven of dat regelt uw maandstonden. En zij heeft daar effectief een boete voor gekregen. Maar aangezien hoeveel dat omzet dat zij draait per jaar met Goop, ja, is dat natuurlijk een druppel op een netelplaat. Dat is niks voor haar, hè. Dus, maar het gaat dus waarschijnlijk over dat gaat het dan. Ja. Ik wou een andere vraag stellen. Ik, ja, ben gewoon altijd geïnteresseerd in Brecht zijn. Ik denk dan gewoon, een vagina heeft een zuurtegraad en als die steen poreus is, tast die dan die steen niet verder aan? Het is vooral de bacteriën, hè, die er zouden in blijven van het vorige gebruik. Hè. Zwat, dus, en je moet daar... Ja, dus gynaecologen zijn daar radicaal tegen om dat te gebruiken. Of, waar dat bij mannen ook al zit. Wel, ik vind, want wij Brecht, hebben ook soms problemen. Hè? Ja, wel, Brecht, ik vind dat jij dan een keer je moet ten dienste zetten van de wetenschap en dan een keer testen. Ik zal de juiste kristallen brengen en dan... Ik ga straks een duvel drinken. Is er nog iemand met een vraag? Ja, wel, ik, dat was... Ik, ah ja. Was, ah, nog een vraag. Was, nog een vraag. Was dus in feite maar een aanzet. Ja. Nee, iets helemaal anders. Dus we hebben het er al over gehad, hè, dat zelfs wij drie dat ook eerder dachten, allee, jij misschien iets minder, klein, maar dat had toch een eerder marginaal fenomeen. Nu, wat ik altijd toch belangrijk vind, is het sociaal aspect. Wat bedoel ik daarmee? Astrologie kun je wel zeggen, oké, het is maar onnozel. Maar als je dan ontdekt dat een Ronald Reagan of zo daar beleidskeuzes op baseert, dan wordt dat wel zeer ernstig. Ja. In dat licht zijn, heb je weet van, ja, bekende of machtige, tussen aanhalingstekens, mensen. Natuurlijk zijn die influencers machtig omdat ze zo rijk zijn. Maar bijvoorbeeld politici of grote bedrijfsleiders of zo, die een beetje naar daar afgegleden zijn. In de westerse wereld niet direct. Maar in Myanmar bijvoorbeeld, daar zijn ze erg bijgelovig en dan laten ze ook altijd hun horoscoop en hun geboortestenen berekenen enzovoort. Zullen bepaalde leiders zich wel laten leiden door wat de astroloog hun vertelt? Zo was er eens een president. En die astrologen, want die praten dan ook zo in mysterieuze zinnen enzovoort. Die zegt, ja, je moet een rechtsbeleid voeren. Dus die heeft dan van de ene dag op de andere dag beslist dat de auto's rechts moesten rijden. Wat natuurlijk lastig was, want ze reden vroeger links, want het is een oude Britse kolonie. Maar het zijn ook auto's voor links te rijden. Dus dat stuur staat dan eigenlijk in de verkeerde kant. En dat werd dan ook hals over kop beslist, met alle chaos van dien. Dus dat weet ik nu van Myanmar, omdat ik door de humanitaire werken van mijn moeder het land een beetje ken. Maar zo van westerse landen, voorlopig gelukkig nog niet dat ik weet. Maar het zou kunnen. Ja. Ah. Daar vooraan en in het midden nog een tweetal vragen. Ja. Eén opmerking en eigenlijk een vraag. Maar de opmerking is gewoon van die kristallen als levende wezens te beschouwen. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft. Maar Linnaeus in zijn taxonomie van levende wezens geeft hij drie rijken. Hè? Dieren, planten en mineralen. Ik weet niet of dat toen aansluit bij een opvatting die daar nu nog leeft. Dat wordt uiteraard niet meer gebruikt in de wetenschappelijke biologie. Maar mineralen werden als een afzonderlijk rijk beschouwd. Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk het volgende. Misschien heb je er eigenlijk al op geantwoord, maar edelstenen, het zijn niet allemaal edelstenen natuurlijk, maar die dingen zijn meestal duur.
Gaat, nu vraag ik u vragen als commercieel juwelier, voert dat de vraag niet op naar dit soort stenen en is dat dus eigenlijk niet lucratief voor u, dat ze dan toenemen, dat de waarde toeneemt? En ook de handel. Ja, met mijn hand op het hart, ik hou me daar niet mee bezig. Ik wil nog in de spiegel kunnen kijken. Ik heb mijn klanten dat nooit wijs gemaakt. Moest ik mijn klanten dat wijs maken, had ik inderdaad meer verkocht. Nee, maar de vraag is niet of jij niet daaraan bereikt. De vraag is of dat inderdaad de waarde van die dingen naar omhoog gaat. Ja, dat is... Maar natuurlijk, en de meeste van die verzamelaars, die houden zich bij goedkope stenen, kwartstenen enzovoort. En laten we zeggen, zo grillige steentjes, geen geslepen stenen ofzovoort. Natuurlijk, de kapitaalkrak. Klanten gaan natuurlijk naar de duurdere stenen. Dus er is natuurlijk meer vraag na. Dus het zal zeker wel... En ik merk dat bij collega's die denken... Ah ja, dat is nu populair, ik doe er aan mee. Dat is dan voor hun natuurlijk... Maar het is zeker... het is een winstgevende business. Maar ik denk nu niet dat plotseling de echte... De stenen waar normaal juweliers mee werken, zoveel duurder gaan worden. Maar het is vooral die gepolijste, ruwe kristalletjes... die je dus ook massaal vindt. Hè. Dat zijn ook allemaal geen zuivere stenen of stenen die geschikt zijn om edelstenen om te slijpen. Hè. Dus dat is eigenlijk, laten we zeggen, veel zaken die vroeger niet werden gebruikt, die ze nu verkopen à volonté. Al dan niet vals, al dan niet behandeld. Was er nog een meneer in het midden? Ja. Ik zie het al aan zijn gezicht, hij zal een lastige vraag stellen. Hij creëert wat verwachtingen. Ik vroeg me af, heeft u ooit een believer overtuigd of bent u er dichtbij geweest? En hoe hebt u dat aangepakt? Wel, alleen maar twijfelaars. Die ik die mensen komen zo hoopvol. Ja, zeg, is daar nu iets van die? Ik lees er van alles over met die kristallen en heelt dat nu echt? En dan leg ik rustig uit van er is geen wetenschappelijk bewijs enzovoort. En ik persoonlijk geloof daar niet in en ga op tijd naar de dokter, wat ik altijd vertel. En de mensen nemen dat wel aan. Maar het is wel altijd een beetje alsof ik heb gezegd Sinterklaas is dood. Of Sinterklaas bestaat niet. Dus ze nemen het aan, maar eigenlijk hadden ze liever gehad dat ik erin meeging. Maar ja, en zoals gezegd, iemand die er echt in gelooft... Dat is zeer, zeer, zeer moeilijk. Want het is een nadruk ook op geloof. Het is een geloof. Ja, het is een levenswijze. Dus moeilijk. Ik denk ook, je overtuigt ook niet gemakkelijk mensen van een bepaald idee. Het is niet met twee rationele argumenten dat iemand zegt, oké. Mensen hebben daar maanden, soms jaren de tijd voor nodig om van gedachten te veranderen. Ja. Moest het zo zijn dat we iemand makkelijk van idee kunnen veranderen, dan zou het misschien ook een beetje griezelig zijn. Hè. Dan zijn we zeer, zeer, zeer manipuleerbaar. Ja, dus echt, mensen die daar niet in geloven, zullen niet zo gemakkelijk van gedachten veranderen. Mensen die daar zeer sterk in geloven, zullen ook niet zo gemakkelijk van gedacht veranderen. Dus dat is moeilijk. En daar gaat tijd over, denk ik. En als er geen vertrouwensband is, als er geen vorm van respect is, of vriendschapsband, dan denk ik dat de kans ook zeer klein is. Ja, iemand dat je eigenlijk niet kent, ja, wat ga je ervan aannemen? Hè? Dus de professoren die mij ook het meest beïnvloed hebben, zijn degenen die ik ook het meest sympathiek vond. Ja? Dus iemand die waar je naar opkijkt. Dus met al die emotionele factoren moet je rekening houden, denk ik, als iemand, als je met iemand in gesprek gaat. Ja. Louter persoonlijk kunnen we iets doen, maar ik vraag mij gewoon af. Allee, we doen soms alleen de zaal maar een beetje lachen erover, maar ik denk, ik moet ook luisteren naar de mensen. Van, ja, waarom is dat? Want je kunt daarmee lachen en we weten dat, maar... Ik denk dat het soms wel dieper gaat. En dan, wat kunnen we nog doen? Niet alleen persoonlijk in gesprek, maar overheidsgewijs of zo. Ik weet het niet. Maar kan er meer gebeuren dan gewoon persoonlijk iemand overtuigen? Van de overheid... Ja,
Dus de juiste informatie blijven geven enzovoort. Ik weet ook niet of dat mogelijk is. Bijvoorbeeld als je nu supplementen bekijkt. Dat is een strenge wetgeving rond. Als je vitamine C-tabletten verkoopt, dan mag je niet op die verpakking schrijven, dit geneest kanker. Dat mag je niet zomaar beweren. En er is gelukkig een wetgeving rond. Die promotoren en die verkopers van die kristallen, ja, die beweren maar van alles. En daar is... Ja, ik weet ook niet hoe dat je dat precies zou moeten doen, maar dat is geen wetgeving rond. Dus die kunnen dus de meest bizarre zaken verkondigen. Als je dan teruggaat en zegt, ja, maar dat werkt niet, dan krijg je altijd het antwoord dat komt omdat je er niet in gelooft. Hmm. Einde discussie. Dus, als die maar verkopen, zijn die gelukkig en geloven ze het zelf, sommigen, maar anderen doen dat moedwillig. Dat denk ik wel. Dus, ja. Zeggen die mensen dan ook niet soms, ik weet het niet, dat zo sterk gereguleerd is en dat je daar geen uitspraken mag over doen, omdat Big Pharma dat onderdrukt? Ja, dan krijg je dat weer. Hè? Dus Big Pharma en dan zijn ze ook weer al, want ik word door Big Pharma betaald en jij ook waarschijnlijk. Heb je dat al echt... Nee, maar dat... In je gezicht gegooid gekregen? Nee, nog van... niet, maar ja, je zegt van, hard. Ja. En of het argument, ja, jij staat niet open voor de wonderen van de wereld. Dat is zo koud in de wetenschap. Want de wetenschap is altijd in hun ogen van mensen die daarmee bezig zijn, koud en hard en tegen hun. En die willen alleen maar winst maken. Ja, Big Pharma wil natuurlijk winst maken, maar ze hebben ons ook al enorm geholpen, hè. En dan halen ze ook altijd de fouten op, hè, met bijvoorbeeld Softenon of dingen. Zie je wel, ze vergiftigen ons met die giftige pillen. Ook dokters, dat zijn ook allemaal mensen die eigenlijk weten dat de alternatieve geneeskunde wel werkt, maar zij drukken dat de kop in, zij zwijgen daarover. Het zou natuurlijk een gigantische samenzwering zijn op wereldschaal. Dat kan op jouw terrein. Wat de waarschijnlijkheid een klein beetje doet afnemen natuurlijk van zo'n wilde speculatie. Alsof dokters trouwens een ander mensensoort zijn, demonen, die zelf geen kinderen hebben en geen mensen waar ze van houden enzovoort. En zelf ook een dokter, je blijft niet vrij van kanker ook. Hè. Maar dat is zo iets wij tegen de wereld en de koudheid en hart. En... Ja, je moet al een beetje een echte psychopathische kille klootzak zijn om dat dan aan uw neven en nichten en of uw vrouw die misschien... Ik ken dokters wiens vrouwen ook serieuze ziektes krijgen. Ja. Ja. Dan zouden ze dat moeten kunnen toepassen met die kristallen en als ze het wel weten. Hè. Ja, en dat blijkt toch ook niet te lukken. Ja. Ja. Nog een vraag, of ja, dan kunnen we misschien rustig afsluiten. Ik zat inderdaad oorspronkelijk ook te denken, er ging een binnenhuismentalist zijn van Skep, hè, die allerlei acts en performances opvoert. Die kan zo'n prachtige dingen dat je misschien kan denken, dat is geen binnenhuismentalist, maar een binnenhuismagier. Die heeft echt speciale krachten. Wel een beroerde natuurlijk, dat hij niet zag aankomen dat hij vandaag ziek ging zijn. Dus hij liet ons een paar uur geleden weten dat hij er niet kon bij zijn. En ik zeg, kun je echt niet afkomen. Maar zegt hij, je kan dat misschien ook zelf doen. Hè, dat tonen dat bepaalde kristallen bepaalde krachten hebben. Maar ik denk, we hebben nu al genoeg gepraat. Hè, en ik voel mij plots heel zenuwachtig worden. Want het zou de eerste keer zijn dat ik dat dan moet toepassen op jullie. Het zou misschien grappig zijn als het mislukt. Dan is toch dat al zou dat het geval zijn. Maar ik ga het niet doen. Ik moet maar een keer terugkomen naar een avond van Skep. En dan zal onze binnenhuismentalist Tyson er wel bij zijn en dan zal hij misschien zijn act rond helende of magische kristallen wel doen. Ik weet wat hij gaat doen. Het is wel fascinerend. Dus ik kan het u zeker aanraden. Ik zou dan een afsluitend woordje willen zeggen. Prachtig, Claire, voor het werk dat je stak in dat boek. Ik schreef er dus, Claire verwees er ook al een paar keer naar, ook al twee in de reeks over complot
theorieën, dus ik weet hoeveel werk daarin kruipt. Dat is heel veel van uw vrije tijd dat je daar moet aan spenderen. Ik vind het een leuk boekje, omdat het eens een ander onderwerp is. Sommigen gaan over complottheorieën of andere aanverwante thema's. Dit gaat eens echt over, mag ik het zeggen, een meer vrouwelijker thema, meer rond kristallen. En daarom op zich al vind ik het boeiend dat dit mocht verschijnen ook in die hele reeks die je daar achteraan ook kan verkrijgen. Het boek van Claire is €20 en de papierprijs is opgeslaan. De andere kosten €15 en Claire kan dat signeren, ja, als je geïnteresseerd bent om eentje te kopen. Ik kan het alleszins aanbevelen. Voilà. Bracht nog een kleinigheid. Een kleinigheid. Magische evenement van Tyson. Ze kunnen ook op het YouTube-kanaal van Skep nog een act van hem terugvinden. Ah ja, ja. Van, ja. Op Noordland. Ah ja, inderdaad. Als je inderdaad naar Skep YouTube-kanaal gaat, dan kan je inderdaad, ik denk zelfs meerdere, zien van op Noordland stonden wij daar ook. En daar heeft hij ook een performance gedaan. Ik denk dat je een filmpje kan zien van op de algemene vergadering, waar hij ook een, ik was er jammer genoeg niet bij, maar zeer fascinerend wat hij daar doet met kaarten en heel het publiek. Niet te geloven. Dus mensen die al eens een voorproefje willen wagen, kunnen zeker op ons kanaal eens gaan kijken. En wil je lid worden van Skep, dan moet je ons maar aanspreken. Of op de website gaan kijken. Bedankt Claire. Proficiat. En...